En minstens één persoon heeft vanmiddag het leven gelaten en vele anderen zijn gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de Weidenbosbrug. Er waren meerdere voertuigen betrokken bij het ongeval. De veroorzaker van de ramp is een bestuurder van een truck die was volgeladen met houtblokken. Vermoedelijk hebben de remmen van de truck het begeven, waardoor deze van de brug afrolde en daarbij een aantal voertuigen vernielde, waaronder een sleep en een politiewagen. Een agent raakte bekneld in haar voertuig. Ze werd door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd. Er moest zwaar materieel aan te pas komen om de overige beschadigde voertuigen te verwijderen. Vanwege de chaotische situatie was de brug tot vanmiddag 6 uur gesloten.